Goedemiddag, dit is het Weerjournaal van Weerplaza.nl. Ons land bevond zich vandaag in de vochtige lucht. En dat konden we zo goed zien aan de hoeveelheid bewolking. Maar in het zuiden van het land heeft de zon toch een aantal uren behoorlijk geschenen. In het noorden van het land bleef het bewolkt, daar kwam het kwik uit op een graad of 10. In het zuiden van het land was het aanmerkelijk zacht en met op de warmste plaatsen 14 graden. Vanavond er zijn er opklaringen. Vanuit het zuiden worden die opklaringen geleidelijk wel steeds meer als drogere lucht binnenkomt. Maar in die opklaringen kan ook opnieuw wat nevel ontstaan. Vanavond ligt de temperatuur op de meeste plaatsen rond een graad of 7. Vannacht dan koelt het verder af. Op de koudste plaatsen daalt de temperatuur naar een graad of 4. En daar kan ook nevel of een mistbank ontstaan. En in het zuiden, daar komt wat bewolking binnen. En daar daalt het kwik naar zo'n 7 of 8 graden. Morgen is het wisselend bewolkt. Maar in de loop van de dag dan neemt de bewolking geleidelijk wel iets toe... In het zuiden van het land waar de zon het meeste schijnt, wordt het het warmst: 19 of misschien lokaal zelfs wel 20 graden. In het noorden van het land is het iets koeler, maar altijd nog zeer zacht met een graad of 16. Daarbij waait een zwakke tot matige zuidoostenwind, windkracht 2 of 3. De komende dagen, dan blijft het zacht voor de tijd van het jaar, want normaal is 10 of misschien 11 graden, afhankelijk van welke dag we zitten. Maar woensdag dan wordt het alsnog zeer zacht met 15 graden. Vanuit het zuiden wel meer bewolking en in het zuidwesten van het land s'avonds misschien ook een spat regen. Donderdag en vrijdag verlopen overdag grotendeels droog, al kan af en toe wel een enkel buitje vallen. De zon laat zich nu en dan zien en bij een meest matige zuidenwind wordt het dan een graad of 13. Op de lange termijnverwachting is eigenlijk weinig verandering te zien. De eerste dagen is de zekerheid wat groter, maar al met al blijft de komende periode waarschijnlijk te zacht voor de tijd van het jaar. De temperaturen vaak boven het vriespunt s'nachts en meestal in de dubbele cijfers overdag. Mijn naam is Wilfred Janssen voor weerplaza.nl